Gaan we nu aan de slag met het inspelen van de baspartij. Je hebt de beat heb je al gemaakt. Dus klik je op een nieuw project. Dan ga je naar Studio, dat is deze rode knop. Klik je op. Dan gaat hij even laden. En dan gaan we de baspartij inspelen van het liedje. Dan klik je op Add Track. En dan Virtual Instrument. Daar moeten we zijn. Dan klik je op dat gekke oranje dingetje. Dat is bij mij oranje, misschien is het bij jou een andere kleur. Dan klik je erop. En dan moeten we hier het instrument aanpassen, want hij klinkt nou als piano, dus dat moet niet hebben. Dus dan gaan we hier naartoe. Dan klikken we op Synth Basis. Dus deze. En dan kun je even kijken naar wat is een beetje een toffe baspartij. Ik ga even voor de baslied. Lach joh. Dan gaan we nu de bas inspelen. Die heb je als het goed is, heb je die geoefend op de piano. Dus wat je dan krijgt, is dat je hem gaat inspelen. Klik op de rode knop. Hoor je vier tikken vooraf en dan kun je beginnen met spelen. Dus. Nou, dat was hem. Dan moet je even zorgen dat deze mooi gelijk zit met dit midden van het drumdingetje wat hij stopt. En wat je dan kan doen is hem zo naar rechts toe schuiven. Is er nou iets niet helemaal goed gegaan, dan kun je dat namelijk gewoon repareren. Dan dubbelklik je hierop. Zo. En dan krijg ik deze hele lijn te zien. Dit heb je net allemaal ingespeeld. Supergoed gedaan. Hey, feestje. En wat je dan doet, is je kan alles selecteren bijvoorbeeld. En dan kun je of op quantize klikken. En dan zet hij alles recht. Zie je, hop. Gaat alles naar de goede plek. Of als je bijvoorbeeld deze noot verkeerd hebt gedaan, nou, dan verplaats je hem nog gewoon. Misschien dat dat een E moest zijn of een D. En hoe weet je nou waar die zit? Nou, hier, dit is de piano. Dus je ziet, dit is een C, D, E, F, G, A. Dus dan kun je hem gewoon weer recht erin zetten. Nou, als je dan afspeelt. En dan begint hij weer opnieuw. Supergoed gedaan. Dan mag je door zometeen naar de volgende. En dat is de akkoordenlaag toevoegen. Succes!